and the fashion, there's a wrong and a right. He never ever fight over you. Hallo, hallo. Welkom bij deze Crypto 8 december 2022. Met een intro die ik toch wel heel passend vond bij waar we nu in zitten. De fase in de markt. Waarbij je kon het lezen, hè, de mainstream financiële media. Bitcoin al lang weer dood heeft verklaard. En ook de professoren economie. Jamie Dimon leeft er helemaal op. Hè? Die heeft er lekker gevoeterd op Bitcoin. Dat het allemaal niks is. En ook onze eigen Europese Centrale Bank. Nou, dat zijn de partijgrappen maken ze bij elkaar, hoor. De schijnende stabilisatie van Bitcoins waarde is waarschijnlijk een kunstmatige laatste ademteug voordat de crypto-asset naar een wegzakt in een moeras van irrelevantie. Ja, daar hebben ze een blog over geschreven. Dus ja, als dit niet een bodem-bear-markt signaal is, dan weet ik het niet meer. Hè. Iedere 4 jaar komen ze opnieuw uit hun kasten gekropen om Bitcoin verder naar beneden te hakken. Maar dat lukt ze maar voor een bepaalde periode. En jij en ik weten, Bitcoin komt altijd weer terug. En zo'n ECB die gaat toch schromelijk voorbij aan de waarde die Bitcoin vertegenwoordigt in al die landen waar mensen leven onder een repressief regime, onder torenhoge inflatie, onder oneerlijke monetaire voorwaarden. En die mensen wordt een nieuwe kans geboden om daar aan te ontsnappen met financiële zelfsoevereiniteit. Ja. En ja, ook wij hier in het Westen natuurlijk, wij zien inflatie hoger en hoger worden. Een inflatie die structureel niet meer te repareren is door de torenhoge schuldenberg die al deze landen zijn aangegaan. En wij zoeken ook naar een weg om daar aan te ontsnappen. En in toenemende mate zullen mensen van bewust worden hoe stuk hun geld is. En nou, daar is dan Bitcoin voor. En zonder Bitcoin had ik mijn hart vastgehouden voor de central bank digital currencies, hè, de digitale euro, die daar onherroepelijk natuurlijk aan zit te komen. Dat is al lang de kogel die door de kerk is geschoten. En ja, kijk hier naar deze mensen bijvoorbeeld. Hè. Stel je voor dat een overheid je bankrekening kan bevriezen wanneer jij niet je kleren op een juiste manier draagt. Hè, want dat is er in Iran aan de hand. De Iraanse minister-president heeft een plan gepresenteerd om de bankrekeningen van vrouwen te blokkeren die hun hijab niet dragen. En ze proberen alles daar natuurlijk. Hè. Dat is nog een van de minst erge maatregelen als je kijkt wat er allemaal gaande is. Dus dappere Iraanse vrouwen daar en mannen trouwens ook. Hè. Ja, Bitcoin kan die mensen natuurlijk wel een kans geven om hun vermogen veilig te stellen. Als ook hier in Nigeria, hè, daar hebben ze zo'n central bank digital currency geïntroduceerd, een jaar terug of zo, 2 jaar, de 1 Naira. En geen mens wil het hebben daar. 1,5% of zo heeft hem gebruikt. Nou, ja, wie vertrouwt daar de Nigeriaanse regering natuurlijk, hè? Dus wat gaan ze dan doen? Je mag niet meer dan $45 aan cash vanaf jouw bankrekening halen in Nigeria. Maar ja, ik zou dat dan ook iedere dag doen, tot ik het allemaal in briefjes ergens had liggen wat ik nog op die bank had staan, of niet dan? En zo kan het in een toekomst natuurlijk ook hier in Europa gaan gebeuren. Hè? Met de digitale euro. In eerste instantie is er niks aan de hand. Maar beetje bij beetje, jaar bij jaar, word je steeds verder afgeknepen. En word je steeds meer richting zo'n digitale shit euro geduwd. Dus ja, daar maak ik me wel zorgen voor. Zorgen over. In het gunstigste geval gaat niemand vanaf het begin die digitale euro gebruiken. Dus ja, laten we dat dan hopen. Maar ja, we hebben andere zorgen om ons heen hangen of niet. En als jij mij regelmatig gevolgd hebt en ook gevolgd hebt in wat ik doe, LPL kopen. Want LPL, Linkpool, gaf mij toegang tot het kunnen steken van Chainlink. En
Dat was wat ik wist. Dat was wat ik allemaal had uitgezocht en ook verteld in dit kanaal. En nu denk ik, had ik dat maar niet gedaan. Maar tegelijkertijd, ik kan alleen maar vertellen aan jullie wat ik weet, wat ik leer, wat ik lees. En er was geen enkel signaal dat je gewoon op de website van Link met liquid staking, dat je daar je linkje zou kunnen steken zonder dat je daar een LPL token voor nodig had. En ja, het LPL token is nog een verhaal aan zich, hè. Ik steek mijn link direct in de toekomst. Dat dacht ik in 2017. Toen leer ik, oh, ik moet linkpool aandelen, LPL kopen, om mijn link te kunnen steken. Dat was op een ratio van 2,5 LPL voor één link te kunnen steken. Dus ik was enthousiast LPL aan het accumuleren, zoals dat heet. Nou, die heb ik vervolgens ook gesteekt, die LPL, want dan krijg je LPLA en daarmee zou je link in de toekomst kunnen steken. En nu moet ik die, of nu heb ik die LPLA geunsteekt en maar omgewisseld naar SEL, want LPL was ook al geen bal meer waard, om te kunnen steken SDL en daarmee link in de toekomst te kunnen steken. Kun je dat allemaal volgen? Ik niet. Ik weet wel dat er weer een mes zo tjak in mijn rug is gestoken. Zoals iedereen van jullie al een aantal messen in zijn rug heeft, toch, tijdens deze beermarkt. Ja, ik ook. En ik denk, had ik maar, of had ik maar niet in dit geval. Maar ja, en de LPL-gemeenschap, ja, die is hier en daar des duivels. Want niet alleen heeft dat SEL een veel hogere voorraad. LPL heeft 100 miljoen tokens en SEL heeft 260 miljoen tokens. Maar je krijgt ook nog maar de helft van de SDL voor je LPL. Ja, dus... Dus ja, dan gaan we het schip in. En ja, hier hebben we Johnny in de Linkpool community. Die vertelt waarom. Hè. De fundamentele reden is dat voor de migratie van LPL is dat Linkpool eenvoudig gezegd niet meer dat op een langere termijn kon volhouden. Het geven van die beloningen. Er kwamen geen beloningen meer in LPL in de toekomst. En we konden onze eigen broek niet meer ophouden. En daarom hebben we ons aangesloten bij dat stake.link, dat liquid staking. En met dat SDL token heb je 15 node operators die ieder 50.000 link in zich dragen. En dat geeft dan voor alle mensen die dat SDL gaan steken in totaal 7500 link per jaar. En dat is per 1000 SDL. Ja, ik durf het niet uit te spreken. Ja, waarom heb je dan SDL gesteekt, meester, kun je vragen. Ja. Zet maar vrezelsoren op, ik weet het niet. Ik ga van ellende in ellende. Hè. Ja, dat het gewoon shit is, dat is duidelijk. En dat LPL ja, een foute investering is, dat is me nou inmiddels ook wel duidelijk. Je kunt gewoon op de website van Link kun je gewoon steken. En hier staat uitgelegd hoe. Link staat natuurlijk onder de website. Hè. How to stake Link, maar waarschijnlijk heb je dat al lang gedaan. Of denk je van ja... Stik de moord met jouw meeste crypto. Dat gaan we niet doen. Met de wetenschap wat er met FTX is gebeurd. Dat was een centrale exchange. Hè? Echt een ander verhaal. Maar de wetenschap wat er met menig ander DeFi protocol hier en daar gebeurt. Ik vertrouw het niet meer. Ik bewaar mijn links in mijn eigen wallet. Ja. Wie ben ik om je tegen te spreken? Iedereen moet het voor zichzelf weten. Wel een beetje jammer dat mensen in mijn Discord mij gingen uitlachen. Dat is echt gebeurd hoor. Toen ik zei dat ik wel link ging steken. Vonden mij een idioot, of een clown, of een weet ik veel wat. Ja, hey, sinds 2017 heb ik Chainlink. Heb ik alles geabsorbeerd wat er over Chainlink te lezen en te luisteren, te kijken viel. En keek ik uit naar dit moment van de afgelopen week. En waarom zou ik niet steken? Want ik heb wel vertrouwen in dat smart contract waar ik ga steken. In het Chainlink team, de mensen die daar... allemaal inzitten. Het zijn niet de mensen die je gaan rugpoolen. Daar geloof ik echt niks van. En we zitten in de bodem van een beermarkt. Ja, misschien gaan we nog wat lager. Maar ik durf wel in mijn glazen bol te kijken. En te zien dat over een jaar. Want zo lang ben je link kwijt als je het steekt. Dat is ook een argument tegen het steken van link. Hè. Van 9 tot 12 maanden is gezegd door Chainlink Labs. Ben jij kwijt jouw link. Dat staat in dat smart contract opgesloten. Ja, daar kun je niet aankomen. Maar over 9 of 12 maanden. Dan zitten we denk ik toch echt wel in een andere fase. Dan staat Link een heel stuk hoger. En al die paniekstukjes tussendoor heb ik Link in ieder geval niet meer kunnen verkopen. Niet dat ik dat deed met mijn Linkies. Maar goed, voor anderen.
En we hebben ook nog niet een top van een boelmarkt gepasseerd. Geloof jij dat? Binnen 9 tot 12 maanden? Ik geloof het niet. Dus ik denk dat het gewoon met die verklaring goed te beargumenteren valt waarom ik wel ga steken. En daarmee 4,75% aan staking rewards ga ontvangen. En dat kun je gewoon hier doen. Staking.chain.link. Ook linkje nog onder de website. Er staat hoeveel je kunt steken, hoeveel je mag steken, hoeveel je gesteekt hebt. Hier natuurlijk niet, want ik heb een wallet gebruikt waarbij jullie het allemaal niet kunnen zien. Ik denk dat jullie wel weten hoeveel ik gesteekt zal hebben. Je ziet hier in de community pool, dat zijn de early access stakers op dit moment. Die al jarenlang link in een wallet hebben staan. Die mogen er nu hun linkjes inzetten. Het is voor de helft gevuld. En binnen 24 uur gaat dat ding helemaal open. Kan iedereen daar gaan steken. En verwacht ik dat het toch heel snel vol gaat geraken. Wat raakt er vol? Alleen de Oracle Pool Ethereum USD op Ethereum Mainnet. En in de toekomst komen er natuurlijk veel meer van dergelijke poolen beschikbaar. Ik verwacht eigenlijk pas over dat jaar dat dit echt een testjaar wordt met deze pool. Veel meer plekken waar Link gesteekt kan worden en een dergelijke pool dus meer validiteit gaat krijgen. Een extra beveiliging dat die oracles waarachtige data afleveren. Maar dat geeft ook aan dat als al die poolen dadelijk op hun eigen manier Link gevuld moeten zien krijgen, kun je je voorstellen dat er nogal wat Link nodig is om al die poolen te gaan vullen. En dat er een bepaalde competitie misschien is tussen verschillende, competitie is het niet tussen verschillende poolen, maar wel tussen noodoperators om zoveel mogelijk Link zelf te hebben, zodat zij ook de meeste taken gaan krijgen waar het meeste geld aan hangt feitelijk. En dat levert ook weer het meeste aan fees op. Zo werkt dat een beetje met het steken op Link. Anders dan bij andere steekvoorbeelden die je uit het verleden kent. En wat gebeurt er nou in deze pool? Nog niet zo heel veel spannend. Het is versie 0.1. Een versie waarbij de beloningen die de mensen die steken nog niet komen uit wat mensen betaald hebben voor Oracle taakjes. Maar nog gewoon uit de inflatie van voorraad van Chainlink tokens. En je kunt hier slashen op het moment dat jij ziet dat zo'n operator meer dan 3 uur offline is, niets levert. In de praktijk zal dat niet gebeuren. Status responded staat hier overal. Ja, het is een eerste versie nogmaals. Er wordt nog volop ontwikkeld om dat nog meer uit te breiden. En in de toekomst kan zo'n noodoperator geslashed worden in de stake die hij heeft. En zij kan een deel van of zijn gehele stake kwijtraken wanneer hij foute data gaat leveren. Dat is het risico bij staken op Chainlink Oracle noodoperators. En wie doen dat nou allemaal? Hier zie je hoe die wallets gevuld zijn op dit moment. Dit moment is trouwens gisteren. Toen heb ik dit plaatje van het internet geplukt. Tot 1000 Link. We hebben zo'n 700 adressen Link gesteekt. Nou ja, hier zie je een beetje de verhouding. De meeste toch 7000. En ik weet niet hoe sommigen dit hebben gedaan. Want meer dan 7000, dat ging toch echt niet, dacht ik. Misschien is dat Chainlink Labs of iets dergelijks. Wie zal het zijn? Even genoeg over dat steken van Link, denk ik. En ja, je moet het dus echt voor jezelf uitmaken. Ik heb net wat argumenten gegeven voor. En er zijn ook argumenten tegen te noemen. Ieder in zijn ware laten. Dan hebben we hier. Wat hebben we hier? Wat hebben we hier? We zien de op 2 na hoogste Bitcoin miner selling sell-off of all time. Dus de stress die Bitcoin miners hebben, dat ze niet meer uit de kosten kunnen komen, dat ze Bitcoins moeten gaan verkopen om te kunnen blijven draaien, is maar op 2 momenten groter geweest. De andere 2 keren, toen Bitcoin $290 was en $2.10. Dus veel hogere sell-off dan bijvoorbeeld de vorige bearmarkt het geval is geweest. Bitcoin miner sell pressure. En dat is ook, tezamen met zo'n carnavalsbericht van de ECB, ook een bodemmoment. Iets wat je moet hebben eigenlijk, wat altijd het geval is geweest bij bodems van de Bitcoin bearmarkt. Miners die moeten capituleren om vervolgens de markt eigenlijk weer schoongespoeld te hebben, weer naar boven te kunnen kijken. Ja, we wachten nog een beetje. Dat zwaard van Damocles van Genesis, TCG, hangt nog boven ons hoofd. Het is nog niet helemaal uitgewerkt. Misschien komt daar nog een liquidatie van je welste van. Of misschien is het dit wel? Ik weet niet of je het hebt gezien, maar
Daar heb je hem, de bank. Gisteren, of vandaag, wanneer was het? De Chico Crypto video. Tether is de volgende domino steen die gaat vallen. Nou, als dat gaat gebeuren, krijg je misschien wel Bitcoin van $5000 te zien. Ja, of 2000 of 10.000. Ik heb geen idee, mensen. Ik roep maar een getal, maar ja, dat gaat de prijs een flink naar beneden duwen. Want heel veel tradingpairs zijn natuurlijk Bitcoin, USD Tether. Tether wordt heel veel gebruikt. En er schijnt een relatie te zijn, die Chico Crypto hier aantoont in deze video, tussen Tether en Alameda. Alameda Research, die aan FTX weer gelinkt was. Er is hier een bank in geïnvesteerd. We hebben het over dit hokje daar, dat is een bank. In een dorpje van 133 mensen. En Alameda heeft daar 11,5 miljoen ingestopt. En dat zou een aandeel zijn van net geen 10%. De bank zou dan 115 miljoen waard zijn. Ruiken jullie hier ook iets? Het stinkt, hè? Het stinkt, ja. En in het derde kwartaal van dit jaar stegen de accounts op die bank met 600% in waarde naar 84 miljoen. En het kwam allemaal van 4 nieuwe accounts. Dat is wat Chico hier in deze video zegt. En Chico die denkt, FTX en Alameda samen met Tether ervoor zorgen dat Tether in Amerika bankrelaties aan kon knopen via dit Vassal bankje. Ja, als daar de SEC op gaat duiken, dan wordt Tether misschien wel in 100 stukken uit elkaar gerukt. En wat er precies gaat gebeuren, ja, dat weet ik natuurlijk niet. Ik ben niet thuis in dat wettelijke stukje. Maar het is natuurlijk wel een extra risico in deze toch al sombere crypto tijden. Nou, dan wil ik jullie nog wijzen op een artikel in Bitcoin Magazine. Het is een artikel van Alex Gladstein die uit de doeken doet, openbaart, verheldert hoe de Wereldbank en IMF een vorm van neocolonialisme bedrijven tezamen. Waar we vroeger met de zweep en dergelijke landen stonden en de grondstoffen daar stalen, doen we dat nu niet met een zweep, maar met een zeer oneerlijke schuldenlast die in de loop van de afgelopen decennia bij die landen is gerezen. En waar een land als Bangladesh in de jaren 50, 60 zeer arm was, maar geen schulden had, is het nu een land met torenhoge schulden. Zoals menig ander land in de wereld dat natuurlijk ook heeft. Maar dat is een direct gevolg van het van de regen in de drup helpen, politiek van IMF en de Wereldbank, die corrupte, autoritaire, niet democratisch gekozen regimes fixe sommen geld geven, ongeacht hoe ze met hun bevolking omgaan, om een bepaald project te financieren. Je begrijpt dat er een heel groot deel dan ook naar wat Alex Gladstein zijn witte olifanten gaat. Een hele grote extra vijfde villa of een, noem maar iets, hè, de familie van dergelijke personen wordt ook rijk bedeeld met dergelijke gelden. En vervolgens moet die schuld afbetaald gaan worden. Die rekening wordt bij de bevolking neergelegd, waarbij het economische bedrijven wat die bevolking deed, om bijvoorbeeld boeren, hè, ze konden eten produceren. Bangladesh had in principe ook genoeg te eten in de jaren 50, 60. Ik ga niet te veel in detail treden, maar je moet echt dat maar eens gaan lezen, zou ik zeggen. Maar dergelijke zaken moesten stoppen, want er moest geproduceerd gaan worden om die schulden af te betalen. En dat gebeurde dan met grondstoffen waar de lokale bevolking niente nul iets aan heeft. En een bevolking die vervolgens hun eerste bron van inkomsten of dat voedsel dat geproduceerd werd weg zagen vallen en vervolgens ook nog eens een keertje geld moeten gaan lenen om voedsel te kopen, terwijl ze grondstof als bauxiet of garnalen of nou noem maar op wat net die westerse landen willen hebben, dat moeten ze uit de grond halen. Het is heel erg kort door de bocht wat ik nu vertel, maar ik wil vooral niet dit allemaal gaan reproduceren, want het is best een lang stukje en heb je er helemaal geen zin in. Behoor je tot de TikTok-generatie? Iedere 10 seconden moet je hersens nieuwe impuls hebben. Heb je dit trouwens ook al lang niet meer gehoord, denk ik. En dan kun je ook nog deze video kijken van Alex Gladstein. Interview met What Bitcoin Did, waarin hij dit allemaal uit doeken doet. Een van de beste video's, denk ik, van What Bitcoin Did van het afgelopen jaar, afgelopen 2 jaar. Tenminste, was voor mij heel verhelderend. Dus ga dat bekijken als je wilt. Volgende topic. Binance heeft 101% onderpand voor alle klantenfondsen. Dus als je zorgen maakt over, hebben ze proof of reserves, hebben ze in huis wat ze zeggen te hebben aan Bitcoin en dergelijke, en na het FTX debakel, dan kan dat hier bevestigd worden door dit auditbureau.
575.000 een beetje bitcoin. Nou, een beetje, 742. Als je het zelf hebt, is geen beetje. Ja, hebben ze. Dan is nog niet duidelijk hoeveel verplichtingen ze hebben. En wat die verplichtingen dan inhouden, zeg maar. Hè. Maar op het moment van de audit constateerde meestal dat Binance gecontroleerde inscope activa had. Inscope, ik denk dan binnen hun eigen bedrijfsvoering, hè, van meer dan 100% van de totale verplichtingen. Ja, dus we weten niet wat voor verplichtingen, maar wel dat ze daaraan kunnen voldoen en dat ze niet insolvabel zijn of op risico hebben om te vallen zoals het er nu uitziet. Nou, dat stemt toch weer enigszins tevreden. Al zou ik graag in de toekomst dat door een proof of reserves hebben, van Chainlink natuurlijk willen zien. Hè. Nou, dan heb ik ook voor jullie nog een cadeautje. Tenminste, met je dit nog niet al meegekregen de afgelopen week. ChatGPT, kunstmatige intelligentie waar je mee kunt communiceren. En het is net alsof je met een mens communiceert. Behalve dan dat deze alle info die er zo'n beetje is, kan verzamelen om jou het beste antwoord te geven. Bijvoorbeeld, leg me het blockchain trilemma uit. Nou, daar gaat hij. Hoef je niet voor te googlen op een bepaalde website. Hè? Maar bijvoorbeeld ook, schrijf een ontroerend gedicht. Nou, doe dat eens. Mooi toch? Hè? En daar gaat hij. Hoppakee. Zet ik mijn naam straks onder, heb ik bedacht. Denkt iedereen, wauw, fantastisch. Ja, hoe kun je nog straks onderscheiden? Hè? Wat van een echt mens is en wat gecreëerd is door zo'n AI. Mensen kunnen ermee te koop gaan lopen. Ja? Ik hou sowieso mijn hart vast voor wat het kan gaan betekenen in de toekomst. Voor banen natuurlijk. Hè? Het levert waarschijnlijk ook wel weer nieuwe banen op. Maar ja, heel veel banen worden overbodig als zo'n AI het beter kan. En wat als die AI straks door een Rusland of zo, hè, ten kwade gebruikt kan gaan worden. Nou, daar houd ik ook mijn hart voor vast. Bedenk iets om het Westen zo snel mogelijk te verwoesten, zonder dat ze het in de gaten hebben. Noem maar iets. Ja. Maar goed, we gaan wel zien wat de toekomst ons brengt natuurlijk. Maar dit is wel een indrukwekkende stap voorwaarts hoor. Voorwaarts. Je kunt iets laten uitleggen alsof je een kind van 5 bent bijvoorbeeld. Dan gaat hij het heel eenvoudig doen. Of ga dat zelf maar eens bekijken. Ik wil even nog eindigen met iets luchtigs. Mensen, let goed op je portfolio. En tot de volgende keer. Toedeledokie.